gaat natuurlijk om elkaar ontmoeten. En daar zijn dit soort middagen uitstekend voor. En dan zelfs nog onder het genot van een hapje en een drankje. Hoe leuk. En dan vandaag ook nog eens in het teken van Pasen. Het duurt nog 2 weken voordat het Pasen is. Maar toch hebben we hier alvast een paaslunch, brunch. Afhankelijk van wat u al gegeten heeft vanmorgen natuurlijk. Maar in ieder geval een paasontmoeting in alle gezelligheid. Een aantal jaren geleden was in Almelo een soort conferentie over eenzaamheid. Toen hebben een aantal organisaties zich verenigd. En we hebben onze naam veranderd in Kom Erbij, omdat dat wat uitnodigender klinkt als eenzaam zijn. Dat heeft een wat nare bijsmaak, maar goed, daar zijn we wel voor. Sinds vorig jaar oktober zijn we begonnen met een grote ontmoetingsdag. Er was een hele dag hier in het gebouw. Er kwamen heel veel mensen op af en dat gaf ons eigenlijk de aanleiding om te bedenken dat we dit elke maand gingen doen. En kunt u merken dat sinds de coronaperiode het aantal aanmeldingen meer geworden is? Of? Ja, in de coronaperiode met de strenge maatregelen konden wij natuurlijk ook niet echt bij elkaar komen. Maar je merkt wel, je hebt het wel gehoord van heel veel mensen, dat heeft een hele grote impact gehad op mensen die daardoor nog meer geïsoleerd zijn geraakt dan dat ze misschien al waren. Dus de behoefte aan contact is gewoon iets wat heel belangrijk is. En wat wij ook merken is dat wij vinden het is soms echt moeilijk om in contact te komen met de mensen die echt heel erg eenzaam zijn. Daarom is onlangs het meldpunt eenzaamheid in het leven geroepen. Dat is een telefoonnummer wat gebeld kan worden. Daar is altijd iemand die dienst heeft, dus je wordt altijd binnen een redelijke tijd teruggebeld. Dan wordt er een korte intake aan de telefoon gedaan, een soort afspraak gemaakt en degene van Kom Erbij die u dan spreekt, die zorgt dat er binnen hele snelle tijd iemand bij u op bezoek komt om te kijken wat we voor u kunnen betekenen om dat een beetje te doorbreken. Ja. En zijn daar nog voorwaarden aan verbonden? Of kan iedereen daar zich Ja, mensen kunnen voor zichzelf bellen, maar het kan ook heel goed zijn dat iemand voor een familielid belt of voor een buurman die thuis zit te verpieteren. Dus eigenlijk kan iedereen bellen. Oké. Ja. Jullie zijn nu bezig met het paasontbijt. Ja. Zijn er nog meer activiteiten vandaag gepland? Vandaag niet. We hopen dit maandelijks te kunnen doen. We hebben dus nu vanaf januari is dit de 3e keer. En we gaan dan in ieder geval door tot aan de zomervakantie. Dan zal het misschien in augustus een keertje overslaan. Maar we willen dit eigenlijk elke maand gaan doen. Omdat we merken, nou u ziet het wel, de hele zaal zit vol. Dus er is wel behoefte aan dit soort activiteiten.